Deze virtuele demonstratie Cultuur in Actie die gaat maar door. Cultuurinactie.nl, daar kun je alle informatie op terugvinden. Je kunt ook alle filmpjes bekijken. Het zijn 7 dagen in totaal met allerlei verschillende tijdblokken. En op dit moment zijn er al zo'n 225.572 mensen aan het demonstreren. Mensen die geraakt worden, mensen uit de entertainmentindustrie, mensen uit de cultuurindustrie. En die willen graag allemaal hun stem laten horen. Zo ook Anne Sprenger. Niet te verwarren met Anna Sprenger, want die ken ik nog van Chaotic. Toen zij vroeger bij Chaotic zang. Jij bent acteur, dan moet ik het goed zeggen, Prison Escape en ook HR-manager. Dat klopt. Zou je kunnen uitleggen wat je precies doet? Ik ben begonnen als acteur bij een productie die heet Prison Escape. Ja. Ik ben in Breda begonnen, daar werken wij in de Koepelgevangenis. Het is een interactieve theaterproductie. Een escape room? Nee. Nee, absoluut niet. Nee. En er worden geen puzzeltjes gemaakt of wat dan ook. Oh. Wij werken met 80 acteurs. We bouwen een universum, een wereld. En wij brengen dat met die acteurs tot leven. De mensen die een kaartje kopen, die bij ons komen. Dat zijn er per game 450 tegelijk. Die nemen wij mee in die wereld. En zij moeten gedurende 3 uur de interactie aangaan met die mensen in die wereld. Dat kunnen bewakers zijn, dat kan een gedetineerde zijn, dat kan een directeur of directrice zijn. En uiteindelijk is het wel de bedoeling dat ze ontsnappen in dit spel. Maar het is geen escape room, het is een soort prison break, maar dan in real life. Ja, het is alsof je in je eigen film zit. Het is een ervaring, een beleving. En je ziet als acteur ook aan de mensen dat ze ook echt in die beleving zitten. Ja. En het mooie is dat mensen hun eigen input geven. Het is spannend. Je moet creatief gaan zijn. Je moet de interactie aangaan. En het is nooit hetzelfde. Nee. Want het is niet. Het is wel een wereld die staat. De personages die staan. Hè, als ik in Doetinchem Nel speel, dan ben ik Nel. En dan heb ik mijn geschiedenis. En... Oh, je bent ook steeds iemand anders ook? Dat verschilt per productie. In Breda wel, maar in Doetinchem heb ik een vaste rol. Maar in Breda ben je Nel en in Doetinchem... Nee, in Doetinchem ben je Nel. En in Breda ben je... kan ik een bewaker zijn, bewaker van de administratie. Of, wie is Nel? Nel is gedetineerde, gevaarlijke vrouw. Ja. Oh, gevaarlijke vraag. Ja. Okay. En dan ga je dus met heel veel mensen, 450 man, zei je dat nou? In Breda hebben we games waarin we 450 mensen ontvangen. Dus 450 man die gaan naar binnen toe, 80 acteurs die staan daar tegenover je, of die mengen zich met elkaar. Ja, die mengen zich met de deelnemers. Nou, dat een beetje aanpassen, dan kan het toch heel goed op 1,5 meter kan dat plaatsvinden? Of niet? De koepel is heel groot, dat klopt. Maar 450, dat is dat lastig op 1,5 meter. We hopen. We zijn heel hard aan het werk om in september met te beginnen met misschien wat kleinere aantallen. Hè? En we moeten inderdaad 1,5 meter toe gaan passen. En dat is bij sommige dingen best lastig. Maar waar vallen jullie dan onder? Want ik geloof dat het kabinet dan... Die heeft natuurlijk een hele lijst gemaakt met acteurs en actrices en de cultuursector. En nou, we hadden Loek vanavond hier al aan tafel. Ja, en die zei van voor sommige gedeeltes wordt daar geld uitgetrokken. Maar wie zijn jullie? Dat is een hele goeie. Het past niet per se in één hokje. Nee. Als we ergens de nominatie theater krijgen. Want we werken met heel veel acteurs. Het is een theaterproductie. Maar het moet... Of het zo genoemd wordt, weet ik niet. Nee. We zijn geen escape room. Nee. Het is... het zit ertussen. Wat zou je een escape room willen zijn? Hebben die meer mogelijkheden tot openen? Nou, dat weet ik niet. Die moeten zich ook aanpassen. Ja. Die moeten zich ook aanpassen. Maar ik heb hier staan 180 man die zitten thuis nu. Of zijn dat er 80? Nee. We hebben een pool van 140 acteurs. Okay. En daar komen nog 15 tot 20 man kantoorpersoneel bij. Daar komen 15 man veiligheidsmedewerkers bij. Ja. We hebben mensen die de logistiek voorbereiden. We hebben de hosts die de gasten ontvangen. Mm-hmm. Dus in totaal, ik heb net geteld, komen we op 180 mensen. 180 mensen? Ja. Die in één klap hun werk kwijt waren? Half jaar productie. Weg. Footsie. Stil. En nu?
Nou ja, er wordt gelijk doorgepakt. We zijn heel creatief. Er is onmiddellijk een online versie bedacht. Ja. Wat heel gaaf is natuurlijk. En ook goed loopt en goed ontvangen wordt. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat net zo leuk is als een echte ervaring. Je kan het nooit vervangen. Nee. Dus dat is leuk voor erbij. Ook omdat je mee internationaal kan gaan, heel makkelijk. Maar nee, dat vervangt absoluut niet de echte beleving. Nee, zeker niet. Nee. En wanneer denk je dat je weer wat mag doen? Wij hopen september sowieso Doetinchem en een kleinere versie van Breda te gaan draaien. Maar ik kan me toch niet voorstellen met 450 man? Nee, dat lijkt me haast niet. Nee. Dat is heel moeilijk. Maar hoe moet je nou je businessmodel hierop aanpassen? Want 450 man, dat heeft altijd gekund. Nou, je zegt al 180 man die hebben thuis, die zitten thuis, die hebben geen werk bij elkaar opgeteld. 80 acteurs die daar rondlopen. Ja. Hoe ga je dit vormgeven? Wat ga je doen? Wat je gaat doen is sowieso wat inkrimpen natuurlijk. Je moet kijken, als je met kleinere groepen werkt, ja, dan heb je ook zo. Je kan niet 80 acteurs tegenover 100 deelnemers zetten. Nee. Dat gaat niet. Nee. Dus het is roeien met de riemen die je hebt. En volledig afhankelijk van welke ruimte je krijgt in de maatregelen. Ja. Ja. En is die koepel een beetje goed geventileerd? Of, De koepel, het bestaat uit verschillende gebouwen. Ja. Maar de koepel zelf, ja, dat is goed geventileerd. Nou ja, nee, maar daar is vraag naar. Vragen zijn daarover. Ja, het is enorm ruim. Ja, de Kruisberggevangenis in Doetinchem is toch wat moderner. Is wat meer met hallen en gangen. Mm-hmm. We zullen heel creatief moeten zijn om een aantal aanpassingen te doen. Ja. Als Nel sta ik nog wel eens met 8 mensen op een cel. Ja, dat zal niet meer kunnen. Maar kun je ook garanderen dat, hoe moeilijk dat misschien ook is, hè, maar dat vraag ik me dan af. Kun je garanderen dat als je dan weer open gaat, dat het allemaal veilig is en dat het allemaal goed dat, is? Dat zullen we zeker moeten doen. Ja, hoe doe je en door dat die afstanden inderdaad goed in te schatten, het hele spel zal aangepast moeten worden. Hebben alle acteurs of mensen handschoentjes? Hebben ze mondkapjes op? Durf niet te zeggen. Dat wordt nu aan gewerkt. Ja, maar daar wordt nu dus aan gewerkt. Wat kunnen wij doen om het spel, om de beleving te laten staan? Want je moet natuurlijk ook wel oppassen dat je niet te veel afbreuk doet aan de beleving. Want dat is waar je het voor doet. Ja. Dat is waar mensen voor komen. En daar wordt nu hard over nagedacht. Ja. Hoe gaan we dat inkleden? Er zullen een aantal dingen zullen anders gaan in het spel zelf. Kunnen wij zonder een enorme, nou, escape room noem ik het niet, maar de enorme prison break dan, zoals jullie doen? Kunnen wij daar zonder? Ja, wat is zonder kunnen? Overleven zul je altijd. Ja, natuurlijk. Nee, maar het belang van dit soort dingen, en dat vind ik sowieso met cultuur, is het voedt je geest en je ziel. Ja? Mm-hmm. Ik kan een half uur op een crosswalker gaan staan in de sportschool, gedachteloos. Met alle respect voor de sportscholen, maar dan ben ik mijn energie kwijt. Ja. Maar dan ben ik nog niet gevoed. Snap je? Mensen hebben dat nodig. En wat Prison Escape doet is mensen aan het spelen zetten. Ze zetten mensen, volwassenen, aan het spelen. Het maakt dingen in je los, het maakt je creativiteit in je los. En dat is denk ik goed voor ieder mens. Ja, dus Prison Escape is eigenlijk beter dan de sportschool? Absoluut. Ja, dat ben ik absoluut. Oké, want het voedt je geest. En je het voedt je geest, je bent bezig. De energie drijft niet weg, maar je krijgt er energie je van. Je krijgt er energie van. Ik heb letterlijk aan het eind van de game vaak een groep mensen om me heen staan die zich echt empowered voelen. Ja. Die echt iets beleefd hebben, waarbij iets losgemaakt is. En dat is prachtig om te zien. Daar doe maar je het voor. Ik zou me ook het schompen schrikken als jij als Nel in Doetinchem achter me aan rent en jij als gevaarlijke gevangen. Ik ga niet achter mensen aanrennen, maar er zijn wel eens mensen die dat spannend vinden. Ja, dat duwtjes sluiten en zo, toch? Okay. Soms, ja. Ja, kan. Okay. Wanneer denken jullie dat je weer open mag? Dat jullie weer aan de slag kunnen? Wij willen in september zeker weer gaan draaien. Ja, dat is een soort streefdatum. Denk je dat dat ook echt gaat gebeuren? In Doetinchem wel, denk het wel. Ja. Ik heb begrepen, en het is natuurlijk,
Ik hoop het, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is volledig afhankelijk van welke ruimte je krijgt. Mm-hmm. Dat is in Doetinchem een iets kleinere productie. Maar daar 450 man, nou ja, dan zou je terug moeten schroeven naar een kleinere productie. Doetinchem is al wat kleiner. Ja. Dus daar kunnen we daar makkelijker mee van start met 100 mensen. Ja, en het is afhankelijk van hoe het zich ontwikkelt. Het is fingers crossed en afkloppen dat er geen tweede golf komt. En de maatregelen weer aangescherpt worden. En als dat wel gebeurt, wat dan? Ja, heb je daarover nagedacht of niet? Achter de schermen worden er verschillende scenario's, afdeling finance en ons directeur, verschillende scenario's uitgewerkt. Mm-hmm. Die ken ik allemaal niet, maar daar wordt zeker keihard over nagedacht. Ja, ja. Want anders komen er 180 man op straat staan. Want dit is een fulltime heftig. Baan, neem ik aan, toch? Het is... Voor veel mensen. Draaien twee weekenden per maand, soms drie. En dat is dan de vrijdag en de zaterdag. Okay. En dat zijn 5 games. Mm-hmm. Dus dat is vrijdag 8 uur werk, zaterdag 12 uur werk. 20 uur per weekend. Ja. En dat is dus per maand van 60 uur wat je kwijt bent. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik wens jullie veel succes. Dank je wel. En ik hoop dat 1 september ook dat jullie open mogen. Je gaat natuurlijk tekenen ook. Want ja. Je wil natuurlijk ook met mensen wil je virtueel actie voeren. Ja. Ik neem aan met 180 man. Voor 180 man tekenen. Absoluut. Tuurlijk teken ik voor iedereen. Okay. Ja, dankjewel, zeker. Okay, fijn dat je hier naartoe bent gekomen. Ja, dankjewel.